De vergeten landschapsparken van Sint-Anna. Aan het plantsoen achter het voormalige gemeentehuis van het Bilt blijkt een uitzonderlijk rieke, maar vrijwel volledig vergeten geschiedenis verbonden te wezen. De historie is nooit eerder in kaart gebracht en ik neem je voor het eerst met waarom in het tiert. Ik begin deze eerste aflevering met het plantsoen uit 1937. In de tweede aflevering gaan wij weer om naar 1873 en in de derde naar landgoed Oostenburg uit 1842. In 1926 kocht de gemeente het Bilt het herenhuis van de weduwe van Arjen Pieters Wassenaar en liet architect Doeke Meintema hier het nieuwe gemeentehuis van het Bilt bouwen. Achter en om het gemeentehuis lag in 1927 nog een stuk hof en Engelse tuin uit 1875. In 1935 tekende architect Andries Baat senior een stratenplan voor Noordoost Sint-Anne met maar liefst drie parken. Burgemeester Lucas Poppinga kwam voor de uitwerking uit bij beginnend architect Jan-Jacob Skipper. Hoofdplantsoendienst in Luwt Gerardus Jan Pannekoek schreef een aanbevelingsbrief voor de 26-jarige architect. Skipper had zelfstudies tuinarchitectuur afgerond en trad per 1 januari 1936 in dienst als tijdelijk opzichter groenbeheer bij de gemeente Het Bilt. Hij wordt tevens belast met het maken van ontwerpen betreffend plantsoenaanleg. In de raadsvergadering van 17 maart 1936 wordt het ontwerp voor het plantsoen achter het gemeentehuis aannomen. Na een eerste afwijzing slaagde de tweede financieringsaanvraag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken bij hoge uitzonderings al, onder voorwaarde dat realisatie geen precedent voor meer aanvragen scheppen mocht. Realisatie en crisistijd waren uitzonderlijk. In juli 1936 wordt het begonnen met de uitvoering van het ontwerp en wordt het oude haven ooit. Daarna worden de vijver uitgroeven en in het voorjaar van 1937 worden 80 bomen en 900 heesters aanplant. Bij de beplanting krijgt Skipper hulp van Pannekoek. Voor de werkzaamheden worden airboys uit de werkverschaffing inzet en in juni 1936 wordt het plantsoen opgeleverd. Het lukte de gemeente niet om Skipper een vast dienstverband te geven, waarop hij assistent in Luwt onder Pannekoek werd. In september 1937 stelde de nieuwe burgemeester van Sneek, Lucas Poppinga, hem aan als hoofd van de plantsoendienst van Sneek. Na de aanleg van de plantsoen in Sint-Anne besloten Pannekoek en Skipper tot het schrijven van een handboek voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. In de winter van 1938-39 waren hun boek met de naam Tuinen klaar. De eerste uitgave in 1940 wordt direct een succes en de heren groeiden uit tot autoriteit in het vakgebied. Het handboek wordt een verplichte vakliteratuur op opleidings en er binnen 1992 14 uitgaves in ontelbare oplages uitgebracht. Ze staan daarmee aan de basis van de tuin- en landschapsarchitectuur in de 20e eeuw. Hoe vlot dat de heren van 1940 ook landelijke naamsbekendheid verwerven, op het Bilt leken zij in de vergetelheid raakt. Ulbe van Houten schreef nogal dat het plantsoen in de jaren 40 als statussymbool van Sint-Anne beschouwd worden, maar dat hij van deze man wist, betwijfel ik. Het plantsoen had over de laatste 40 jaar enkele aanpassingen ondergaan. In 1980 had er nog een grote renovatie plaatsgevonden. De informatie die het beeldhistoricus Al Cuperus over het slot Oostenburg in 1987 aandroeg, met de vele protesten die het pleiten voor behoud van het historische plantsoen, hebben niet in historisch onderzoek resulteerd. In 1982 deed de gemeente een eerste grote uitbreiding aan het gemeentehuis en zei doel dat een dergelijke uitbreiding niet gauw overdeen worden zou. Het volgende uitbreidingsplan in 1987 het dan ook tot groot protest leid. Na deze aanpassing in 1989 omschreef de gemeente het plantsoen in het bestemmingsplan als volgt. Het park is te kwalificeren als een in omvang beperkt groen element met een evenwichtige, compacte opbouw, een goed doordacht ontwerp en een plaatselijk waardevol assortiment aan bomen en struiken. Het ontwerp vertoont onder andere door het tijdstip van ontstaan een duidelijke samenhang met het gemeentehuis. Het park zelf zal door de uitbreiding niet worden aangetast. Karaktereigenschappen als beslotenheid en opbouw blijven bestaan omdat de voorgestelde veranderingen zich slechts aan de rand van het park voordoen.
In 1989 deed de gemeente de belofte om na deze wijziging goed voor het plantsoen te zorgen. Maar op verzoeken voor aanvullend onderhoud rond de jaren 90 kregen omwonenden een stevast het antwoord dat daar geen geld voor was. Het plantsoen riekt steeds verder in verval. In 2007 stelde BMW de raad onder andere voor om niet naar oorspronkelijk ontwerp te renoveren. Inwoners waren vooral niet bij deze vorming van de kaders betrokken en voelden het daar dan ook danig in passeerd. Zij wouden in aanvang graag het plantsoen behouden. De gemeente leek vooral in op nij ingeven de praktische belangen, bijgelijks realisatie van 30 parkeerplakken in het plantsoen. Ondanks de historische aanwijzings- en versterkte omgevingswetten worden er ook in 2007 geen historisch onderzoek ingesteld. Na een turbulente ontwikkelfase worden uiteindelijk door de klankbordwerkgroep Kozen zonder overleg met achterbanden inwoners voor het moderne ontwerp van architect Kloppenburg. Dit ontwerp is likwel niet uitvoerd zoals het bedacht was, omdat het beschikbare budget al tijdens de realisatie ver overschreden worden. De gemeente gaf daarom opdracht tot een 16-tal bezuinigings. Bijgelijks beplanting worden weggelaten, een rode loper kwam er niet, een fontein kwam er niet, maar het allerbelangrijkste nog is dat de vijver als betonnen bak bedacht was, maar uiteindelijk uitvoerd worden in een goedkopere vorm van houten zijkanten met vijverfolie. En logischerwijs, het zorgt al een kortere levensduur. Het plantsoen, en niet alleen de vijver, loopt er nou dan ook niet al te best bij. Het gros van de inwoners is dan ook bot ontevreden over wat er met het plantsoen gebeurd is. En had liever het oude plantsoen behouden. Door het historisch onderzoek van nou is duidelijk worden wat de historische context van het oorspronkelijke plantsoen uit 1937 is. Daarbij komen ook nog de landschapsparken uit 1875 en 1842. Maar de meest unieke van de drieën, en die toch volledig op de huidige locatie loopt, is het ontwerp uit 1937. Het ontbreken van al deze informatie en eerdere besluitvormings, het resulteert in gedeeltelijke vernietiging van uniek historisch groene erfgoed uit 1937. De vraag is waarom een historisch onderzoek, ondanks de historische aanwijzingen en de wettelijke richtlijnen, altijd uitbleven is. De Beeldse Raad had op deze wijze nooit de volledige informatie tot hem kregen. De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed had met deze informatie vrijwel zeker ingrepen. En met een beschermde status had de gemeente over de afgelopen 14 jaar aanspraak maken kunnen op meer dan €150.000 aan instandhoudingssubsidie. Het kadervoorstel in 2007 om juist niet naar oorspronkelijke weerden te herstellen, stond volledig haaks op de jarenlange wens en strijd van inwoners om het plantsoen te behouden. Maar ook aan de status die de gemeente in 1989 aan het plantsoen geeft. Sinds de jaren 80 is er een degradatie van onderhoud te zien, wielst de gemeente niet weet wat het in handen heeft. De status van het plantsoen blijkt in het bestemmingsplan van Sint-Anne 2016 ook nog eens aanpast. Het is van parkstatus veranderd naar algemeen groen. En officieel is het plantsoen dus geen park meer. Een positief beeld schetst de bomeninventarisatie die de gemeente in de afgelopen 2 jaar uitvoeren laten het en werd er stikkers wat bomen uit 1937 en 1875 monumentaal aanmerkt binnen. De vijver uit 1937 is grotendeels volstort met zand en de contouren liggen nog onder het oppervlak. Dit allereerste plantsoen van Jan-Jacob Schipper en Gerardus Jan Pannekoek staat aan de basis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur. En daarmee behoort de locatie met Schatzenburg en project Groter Horne in de top 3 van groene erfgoedlocaties in de gemeente Waardhoeken. Op dit stuit is nog niks van deze geschiedenis opgenomen, omdat het niet bekend was. De locatie verdient derhalve bescherming en stimulering van herstel.
Oh.